Bob van Beugen van Raad. Dat ben ik. Ja, wat is het? Administratieve dienstverleners? Administratieve dienstverleners. We doen complete administraties voor het midden- en kleinbedrijf. En inkomstenbelasting voor particulieren. Nou zit ik te twijfelen. Zit ik hier nu op de Erasmusstraat? Of zit ik op de Zuiderpassage? Officieel is het de Erasmusstraat. Alleen de ingang van ons zit op de Zuiderpassage. Decadent, zeg, twee adressen. De achterkant is de Erasmusstraat. Nou, we zijn aan de voorkant binnengekomen, dat staat ook mooi op die deur natuurlijk. Ja, administratieve dienstverleners, dat betekent vooral dat je particulieren en middenklein bedrijf assisteert bij het doen van hun administratie. Ja, de meeste midden- en kleinbedrijven die komen bij ons met hun administratie en vragen dan of wij dat willen boeken voor hen en de belastingaangiftes doen. Dus een compleet pakket. Ja, voor veel mensen, ik kijk naar mezelf, die lopen met een schoenendoos onder de arm. Gebeurt het bij jou ook? Ja. Dat ze zeggen, hier heb je de boekhouding van de afgelopen 3 maanden. Schoenendoos wordt wel steeds minder. Want, als je van de Lidl dan vraagt. Daar zijn wij heel makkelijk in. We zeggen gewoon van, als wij het moeten uitzoeken, kost het meer. Dus hier heb je een map, tabbladen erbij, stop het er maar achter. En dan is het voor ons een stuk makkelijker. Nou, Bob, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dat betekent ook niet alleen dat jullie uit zijn op de binnenkant van de portemonnee van jullie klant. Jullie geven ze ook een stukje onderwijs, educatie mee om het zo goed mogelijk zelf te doen. Want alles wat je zelf kunt, daar hoeven ze bij jou niet voor te betalen. Dat klopt. Dat spaart geld uit voor ze. En wij zitten er ook niet op te wachten om schoenendozen uit te zoeken en te gaan boeken. Nee, is ook, ja, want is het werk wat je doet, sorry dat ik het zeg, maar is het saai? Als ik bij een bedrijf zou werken en ik zou daar de boekhouding moeten doen, zou ik het na een jaar saai vinden, want dan is het allemaal hetzelfde. Maar omdat ik hier natuurlijk met allerlei verschillende soorten bedrijven te maken heb, is het iedere dag weer anders. En je leert overal van, want ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke dingen. Ja, dan krijg je natuurlijk van, hé, dat kan ik thuis ook wel gebruiken, die tips die hun hebben. Zo, en zo heb je een soort van wisselwerking met je klanten. Ja. Maar betekent het ook dat jullie natuurlijk ook in een hoek zitten waar je vaak wat verdrietige zaken mee maakt? Hè? Want toch veel bedrijven die het helaas in deze tijd niet meer redden. Hoe gaan die bedrijven daarmee om? Daar hebben wij niet zoveel last van. We hebben eigenlijk maar een enkel bedrijfje gehad dat uit zichzelf is gestopt omdat ze het niet meer zagen zitten. Bij sommigen adviseren we zelfs om te stoppen en dan maar als freelance werk verder te gaan. Dus als de structuur van het bedrijf niet goed is, dan zou jij kunnen zeggen, weet je wat, word maar ZZP'er. Als ik zie dat de activiteiten zo minimaal zijn, dan stel ik eigenlijk voor om af te melden bij de Belastingdienst. En eenmaal per jaar gewoon op te geven wat de inkomsten zijn geweest, kosten eraf. En dat is veel makkelijker invullen bij de aangifte inkomstenbelasting. En dat scheelt heel veel administratieve rondom. Als een bedrijf thuis zit, die werkt met een bepaald boekhoudprogramma. En dat niet strookt met jullie boekhoudprogramma, hoe ga je daarmee om? Dan vragen we gewoon of ze het de uitdraaien willen sturen, want daar kunnen we ook wel mee werken. Dan moet je hem opnieuw inkloppen of zo? Ik ga het niet opnieuw inkloppen, nee. Aan de hand van wat hun hebben gedaan, kan ik ook wel zien wat ze gedaan hebben en of het klopt. Dus het is niet zo dat ze per se van het programma moeten wisselen. Dat is zonde van het geld. Mensen, want je zei het ook al in je introductie, mensen die privé-aangifte moeten doen, de jaaraangifte elk jaar. Hoe kunnen ze het beste doen? Van tevoren even contact met jullie opzoeken en niet op het laatste moment? Ja, ze kunnen het beste van tevoren even bellen, want we hebben een checklist van dingen die we nodig hebben. Die sturen we dan door en dan kunnen ze die spullen bij elkaar zoeken. Kunnen ze het afkomen geven of de plek invullen, als die gegevens compleet zijn. Tot slot, we zitten hier in een omgeving met, ik zie eigenlijk alleen maar dames. Bob, volgens mij heb jij een mooi baantje, manneke. Hartstikke goed, jongen. Heb je ook gekeken hoe ze eruit zien? Ik vind het schatjes. Dat bedoel ik. Het zijn gouden krachten. Ja. Je heurt ze niet. Nou, doen we het voor, hè. Dankjewel, Bob. Hey, graag gedaan.